Hoe maak je een speech of presentatie eigen en authentiek als je deze niet zelf hebt voorbereid of hebt geschreven? Wat mij betreft is het toch echt noodzakelijk om je eigen speech of presentatie helemaal zelf voor te bereiden, wil je dat het echt jouw verhaal is. Maar er zijn rollen, beroepen waarin je er niet onderuit komt, omdat je simpelweg te vaak speeches of presentaties moet geven. In deze en de volgende video's wil ik in totaal 3 tips met je delen over hoe je zorgt dat in zo'n geval een presentatie toch authentiek wordt. De eerste tip. Als je niet zelf je speech of presentatie schrijft, zorg dan toch dat je weet hoe een goede opbouw van een presentatie eruit ziet. Een opbouw waarmee je de aandacht trekt, waarmee je impact maakt, maar ook waarmee je zorgt dat de boodschap blijft hangen bij je publiek. Als je dit weet, ben jij beter in staat om de tekst van jouw collega die voor jou geschreven is, om die te kunnen beoordelen. Om te kunnen beoordelen of dat die goed genoeg is voor jou om straks deze speech of presentatie te kunnen geven. Maar daarnaast heeft het nog een voordeel. Want als jij weet waar een goede opbouw aan voldoet, ben je ook beter in staat om op een onverwachts moment, wanneer de situatie daarom vraagt, een verhaal te kunnen vertellen. Denk bijvoorbeeld aan een persmoment waarin je een vraag wordt gesteld die je niet had voorbereid. In de volgende 2 video's zie je nog 2 tips die gelden voor jou als jij zo iemand bent waarvoor de speeches en presentaties worden geschreven. Voor meer presentatie-inspiratie, check vooral mijn LinkedIn-account, ga me volgen of kijk op mijn YouTube-kanaal. En mocht je samen met mij aan de slag willen om te leren presenteren met meer impact, plezier en gemak, laat het me vooral weten, want ik help je graag.